verderop in Leeuwarden, in de stad, ligt het oude stadion, het Kampuurplein. En er is iemand, nu een man in macht, die kant op gereden of gefietst of gevlogen, geen idee eigenlijk, om een nieuw keepershirt te halen, een nieuw keeperstenu voor Thijs Jansen. En dan kunnen we pas gaan aftrappen. Op het allerlaatste moment kwam de arbitrage erachter dat de doelmannen van Cambuur en FC Emmen allebei een shirt aan hadden in hetzelfde kleurtje. Nou ja, zo verschilt dat ook nog niet eens, rood en oranje. Ja, is nou daarvoor iemand helemaal naar de andere kant van Leeuwarden gefietst? Bij de keeper. Dat heeft Van der Laan niet gezien, of hij laat het gewoon doorspelen. In ieder geval is het doel leeg. Dan wordt er nu maar gefloten voor een vrije bal. Dan hebben ze bij Emmen in ieder geval kunnen voorkomen dat Cambuur kon afwerken. Die bal was er natuurlijk geheid ingegaan. Maar hij gaat het er proberen uit te lopen. Diemers, ja zeker. En, nou dat doet die Oembouw nog aardig. Pijn of niet, die ranselt hij mooi uit de kruising. Eerste serieuze mogelijkheid voor Cambuur. Nog geen kans gecreëerd door FC Emmen. De bal vandaag vooral aan Cambuur moet laten. Misschien een keer aan Moody. Mercera probeert Jansen wel te bereiken. Zomaar een corner cadeau gedaan door Tariq Mercera. Variant, hier is Rijn. Rijn haalt maar eens uit! En Torben Rijn zet FC Emmen op voorsprong. Wat een knal, wat een goal. Uit die corner die door Cambuur zomaar cadeau werd gedaan aan FC Emmen. En daar maken ze optimaal gebruik van. Eerste kans van de bezoekers en hij ligt er gelijk in. Er zit ook een heerlijke curve in. Weer een achterstand voor Cambuur. Waar de mensen vooraf nog zo vrolijk keken, is het zonnetje verdwenen. En moet je ook goed zoeken naar een glimlach op dit moment op de tribunes. Sona is de goal al voorbij en krijgt hem ook voor. Daar is de tweede goal al voor Emmen. Jalen Hawkins helemaal vrij. En een soort van flinke voorsprong voor FC Emmen. Een goed half uur gespeeld en de eerste twee kansen voor de bezoekers gaan er allebei in. Dit is toch niet waar ze van tevoren op hadden gerekend bij Cambuur Leeuwarden. Maar Emmen is uiterst effectief. Het stadion ziet er mooi uit, maar hij is nog niet helemaal af. En eigenlijk is dat ook wel te zeggen over het elftal van Henk de Jong. Cambuur een beetje gevangen te zitten in de voet van het Kooistadion. Maar Ottesen is er wel voorbij. Het is natuurlijk een overtreding. Ottesen kwam nog ver. Uiteindelijk veel uit balans gebracht door die overtreding van de Gennaro Numomete. Schiet dan uit de tweede lijn via Pauwels. Kampen, schieten en over. Heeft de bal en hij heeft het gevaar. Ah, nu wel Pauwels die er een keer doorheen is. Zijn tegenstander Hamouti is nergens te bekennen. Assas links mee, maar Pauwels doet het zelf en die bal gaat erin. Ja, daar is die. Benjamin Pauwels schrijft geschiedenis, want hij maakt de eerste goal voor Cambuur Leeuwarden in het nieuwe Kooistadion. En veel belangrijker nog, hij maakt sluitingstreffer die Cambuur zo nodig had. Nou, die vloek van het Kooistadion, die kan ook de prullenbak in. Oh, maar daar opeens een gigakans voor Emmen. En daar is in principe de 3-1, tenzij er iets geks gebeurt. Nee, hij zit erin. Op zijn sokken nog wel. Wat is dit voor wedstrijd? Kellen en Sona. De schoen gaat uit, maar dat deert hem.
opeens met de derde goal. Stonden ze bij Cambuur niet op te letten. En Sona, we hebben het niet helemaal op paraat, maar dit is vermoedelijk zijn eerste goal ooit op zijn sokken. Thijs Jansen. Die verschaft zichzelf wel wat ruimte nu en zoekt naar Michael de Leeuw. Ik wil hem bij de tweede paal al hebben. Pauwels houdt hem nog even aan de voet. Pauwels probeert het nog maar een keer. En bijna liet de Oeberhand die bal ook nog los. Van FC Emmen door doorzettingsvermogen van Martin. En ja, daar is een kans, maar dit is een goede redding, zeg, van Thijs Jansen. Katachtige reflex op het schot van Julius Kade. Hij houdt Cambuur op die manier een heel klein beetje in de wedstrijd. Een keer proberen. Nou, waarom ook niet? In deze stand kun je zo'n poging wel veroorloven. En kijk, ook een keer een gele kaart voor een speler van Cambuur. Wat dat betreft staat het 1-7. En dit is pas de eerste in het geel en blauw met een gele kaart. En ze maken het niet zo bot als Emmen. Dus al 7 gele kaarten heeft voor het eerst sinds maart 2017 de ploeg in een keukenkampioen-divisiewedstrijd met zoveel gele kaarten. Misschien dat hier nog wat in zit voor Pol. Nee, de tweede goal voor Cambuur komt er echt niet. Onbehouden, geen clean sheet. Maar wel 3 punten, want Yannick van der Laan vindt het nu wel mooi geweest. En de 3 punten zijn voor Emmen. Weer een nederlaag voor Cambuur in eigen huis. De derde al in de eerste 4 thuiswedstrijden en die andere werd ook niet gewonnen. Ja, er werd gescoord. Wat dat betreft zijn ze van de 0 af. En daar is eigenlijk alles wel mee gezegd.